Welkom bij Dagelijks Kost. Bij Rumeus. Corn dogs. Iets meer waarde dan mijn julep. Meer werk in deze tijden. We beginnen met corn, maïsmeel, polenta. Normaal is dit het. Hopelijk, we gaan het zien. Het zou dit moeten zijn. Voor Ruben's vertalingsskills, dus bear with me. Daar hangt achterop maïsmeel, dus voorgekookte maïsmeel. Dus... komt in orde. Hopelijk. En hoeveel hebben we daarvan nodig? 128 gram. Zeer belangrijk, zodat mensen dit ook kunnen namaken als ze... Ja, ja. Het recept staat hier onderaan in de beschrijving. Ging staan. Veel te veel, natuurlijk. Oh my gosh. Oh, dan gaat je dat toch niet proberen terug naar zakje te... Dat gaat veel beter gaan dan dat terug in een zakje te steken. En nog gaat. Ongetwijfeld, maar dit is dat ik de minimum aan het smossen. Hè. 128 gram. Allee. Hetzelfde, 128 gram bloem. Maak het uit welke bloem? All-purpose flower, dus... de sanderbloem. Correct. Zo. 128 gram. Joepla, in de pot. Erin. Gedaan met afwegen. Kijk, dit is echt. En dan hebben we dit. Hè. Ik zou zeggen, hoe komt dit? Wel, gewoon maïsmeel en de bloem erop. En dan heb je dit. Wauw. Wat doen we daar nog bij? Een halve koffielepel zout. Oh, wauw, op voorhand afgemeten. Nou, op voorhand afgemeten. Ik dacht, ik heb dat gezien. Op tv, ik zeg, ik doe dat ook. Dat is één. En... voilà. Twee. Eén, twee en andere. Nee, twee, want mijn tweede was niet volledig vol. Dus het is twee koffielepels bakpoeder. Geen baksoda, want dat is totaal anders. Dus uiteraard. Bakpoeder. En als laatste van onze droge ingrediënten, want altijd eerste droge ingrediënten, doen we twee soeplepels suiker. Nu snap ik hoe dat komt dat mensen bij komen als ze naar Disney Park. Eetje zeg. Voilà. En dit gaan we even doorroeren. Vergeet nu niet in je manoeuvres dat je de twee potten op elkaar hebt staan, want ik voel een fiasco aankomen. We gaan verder met de natte ingrediënten. Dat is heel gevaarlijk. Dat is niet gekookt. Goed, we beginnen met een eitje. Je moet niet ruiken dat dat salmonella heeft voordat je dat bij alle ingrediënten. Dat is geen salmonella. Dan doen we 1 cup melk. Dat is 200... karnemelk trouwens. Dat is 236. Dit doen we er gewoon bij. Hoppa. Hoppa. Doen we nog... bonen. Maar ik ben vergeten hoeveel. 2 theelepels. Je ziet, het is ook de eerste keer dat ik het doe. 2... dus best wachten met het na te doen totdat wij het testen wat het oké is, want... Ik heb ook geen idee. Ik denk dat je best de Tupperware spatel gebruikt. Mm-hmm. Of niet, ja goed. Honingsuiker, honingsuiker, vette botermelk. Disney denkt aan de lijn. Dit is dus iets dat je niet elke dag moet maken, maar wel. Zoveel beter. Het leven zou toch beter zijn elke dag. Ik denk niet dat onze kleren dan nog zouden passen. En maar daarom maken ze spirit jerseys. Dat groeit wel mee. Maar dan kunnen we opnieuw gaan shoppen en ik wil wel terug gaan shoppen. Nee. Oké. Okay. En dan doen we nog 2 soeplepeltjes olie hierbij. Maak het uit welke olie, Ruben? Plantaardige. Dus je mag kiezen. Je mag kiezen, ja. Jij hebt gekozen voor? Arachide. Ah, dat wist je niet voordat je dat net bekeken was. Dat was je het gewoon een random woord. Oké. Ik weet ook niet of dat plantaar of dat onder de plantaar is. Geef me veel goede hoop voor de smaak van onze corn dogs. En dit gaan we nu mengen. Is dat wat het moet zijn? Ik denk het. Ik heb het ook nog nooit gemaakt, Tessa.
Goed. Daarvoor heb ik een kleine tube olie. De zonnebloemolie. Dat je zeker dat je daarin kunt bakken? Ja. Okay. Zie je dat hoog genoeg is? Je korn ook moet erin passen? Zeker. Ja. Zoiets. Ah, zie. En we hebben nog honger. Ongelooflijk. En dit gaan we nu opzetten dat het kan verwarmen. Goed, ondertussen, terwijl dat bezig is, gaan we verder met stap. Het volgende stap van de corn dogs. Want wat zijn corn dogs? Zonder frankfurterworsten? Of weensworsten, welke wil je? Jij kiest. Mij maakt het niks uit, maar dat u het beste lijkt voor het recept. Dit is langer. Yes. Natte worsten dus. Natte worst. Goed. Dus wat doen we daarmee, denk je? Dat is een goede vraag. Ik zeg altijd... Put it on a stick. Dus je pakt een worst en je steekt op een stok. Correct. Gaat je het in een hele lengte laten of gaat je het lekker in de helft doen? Ik doe ze in de hele lengte. Great minds think alike. Even. Oké. En dat is. Waarom blijven? Oké. Oké, ondertussen hebben we de pot met olie verwarmd tot 175 graden. Dan gaan we even ons beslag. Hier in een beker doen. De beker moet dus langer zijn, of even lang als je worsten. Correct. Ja, dat is misschien wel nuttig om te vermelden, zodat mensen niet gewoon een random beker nemen. Ah, dat komt zo niet goed. Waarschijnlijk niet, maar we zien dat. Oké. Gaat je direct met een grote beginnen? Ik denk dat ik het techniek gevonden heb. Het is nog maar uw eerste, hè. Maar hij zit daar eens, joh. En die gaat erin. En hoe lang moet dat er ongeveer in? Tot de kleur bruin is? Of is er een andere indicatie? Tot de bruin is, maar ik ben even aan het zien. Ah ja, dat komt wel naar boven, oké. Okay. Eventjes hier iets pakken. Hela. Moet je de avond toen ik hem draaien of zo? Daarmee. Ja. Maar ik ken daar toch... Oh, we hebben wat water is. Wow. Ik ken er alles van. Oh, we hebben een bel. Bel. Maar dat is die bakpoeder die nu begint te werken. Dus daarom moet ik die bakpoeder in dat wat we uitzetten. Meer. Ik denk dat je een tweede er al in kan doen. Ja. Maar het niet hier open zijn, dan valt het er gewoon allemaal af. Dat is ook waar. Dat zijn de twee. Oh man, zie dit. Oké, zo onze eerste corn dog is klaar. Zo, dit is de kleur die je wil. Zo goed goudbruin. Dit halen we hieruit. Even op een papiertje dat het een beetje kan uitleggen. En dan kunnen we zo dadelijk proeven. Ik vind het wel spannend. Ja. Ze zien er al sinds al een keer uit. Hè? Dus, voor wie dan graag een keer corn dogs willen maken als party snack en daarvoor niet iedereen een gigantische worst wilt geven, bestaat er ook zoiets als de corn dog nugget, wat dat krakketzaad is, maar... Je doet je worstjes in stukjes en hoppa, in de deeg. Ik denk, even zien dat we hier deeg rond krijgen. En dan gaat het... Classic party snack. Alright, de corn dogs. Zijn klaar. Zijn klaar. Dus die is prachtig. Prachtig corn dog. Zijn ze warm? Sava. Oké. Een nugget, een smokeball combo. Welke richting is die borst? Hier ah, daar is de borst. Oké. Okay.
Dat is echt goed. Het is niet 100% interessant, maar... Nee, die polenta zorgt voor een crunch, dus ik denk dat die best dan even in de foodprocessor maalt. Ja. Dat dan beter is. Maar nu inderdaad zit er zo'n gekke korrel in. Maar zeker niet slecht. Goed van smaak, dus als je de polenta inderdaad een keer fijn maalt. Ik ga echt niet, hè. We hebben nog een aantal toffe vlogs in pet over de komende weken. Terwijl we in ons kot blijven. En jullie ook. Tot de volgende keer. Bye. Doei.